Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. Het is weer een Delfinendag, dus we gaan er wat van maken. Trouwens, hebben jullie al gehoord over de voorverkiezingen in Nevada en South Carolina? Die in South Carolina zijn gewonnen door Trump en die in Nevada door Hillary Clinton. Daar was ik totaal niet blij mee. Sorry, ik ben even bed. Ik sta nog altijd achter Bernie Sanders. En ik hoop dat hij de presidentskandidaat voor de Democraten wordt. Sanders for president. In ieder geval, dat is alles wat ik nu te zeggen heb. Tot later. Zo, ik ben weer op de Vinnen. Toen ik zo net in de taxi richting erachter zat, regende het echt heel hard. Gelukkig is het dan nu weer voorbij. En kan ik wandelen. Ja. Ik ben hier bekend in Drachten en dus zij niet. Daarom loop ik altijd voorop tijdens het wandelen. Zodat ik de weg kan wijzen. Best handig al zeg ik het zelf. Verder heb ik niet zoveel om over te praten. Misschien dat ik later nog wat kan bedenken. Tot later, Rhino's. Zo. Er is een nieuwe dude op de groep. Ik zeg zijn naam maar even niet, want ik weet niet of dat wel mag. Maar in ieder geval, hij komt hier op de groep. Hij is nu even aan het kennismaken. Ik ben heel eerlijk tegen jullie. Ik mag hem nu al. Verder weet ik niet veel te zeggen. Maar goed. Deze dude. Ik vind hem super. Goed. Als ik weer een gesprek van werk heb. Dan vlog ik verder. Zo, ik dacht ik ga even een stukje wandelen en vloggen. Gelukkig loopt er niemand achter me. Ik kan zo 1, 2, 3 geen gespreksonderwerpen denken. Maar goed. Dus, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie nog leuke dingen gedaan de laatste tijd? Ik niet bepaald veel. Maar ik doe mijn best om mezelf te vermaken. Ja, het is lastig als je geen gespreksonderwerp hebt, hè? Nee. Oh ja, iets wat politiek betreft. Vorige week of zoiets heeft Obama zich weer tegen Trump gericht. Hij zei zo van, jongens, gebruiken jullie wel even je hoofd. Onthoud wel dat de president de kernwapens kan lanceren. En het lijkt me niet verstandig dat Donald Trump die ding in handen krijgt.
je kunt Bernie Sanders veel beter toevertrouwen met die kernwapens. Ik blijf achter Bernie Sanders staan, wat jullie vuile rotpesters ook zeggen. En ik weet dat we, en weten jullie, ik weet dat we jullie zeggen dat jullie Donald Trump steunen alleen maar aan mijn pesten. Maar jullie zijn gewoon te dom om te begrijpen wie Donald Trump is. Jullie denken bij Donald Trump gelijk aan Donald Duck. Zo ongelooflijk stom zijn jullie. En weten jullie, zeggen dat jullie Donald Trump steunen alleen maar om iemand te pesten, dat is gewoon weg. Triest. Echt gewoonweg flipping triest. Maar ik laat me niet gek maken. Ik blijf Bernie Sanders steunen, wat jullie ook zeggen. Maar, en daarbij, zoals ik al zei, jullie zijn totaal niet slim. Zeggen dat je Donald Trump steunt alleen maar om iemand te pesten, bewijst maar weer hoe gewoon maar triest sommige mensen zijn. Maar goed. Ik stop het vlog hier even. Later. Ik ben nijdig. Waarom vraag je je af? Omdat ik net ben gevallen met de Johnny Loco. Ik reed langs een randje. Ik wilde daar overheen fietsen, maar toen viel ik. Mijn handen lagen open en nu zit er een pleister op. Deze hand en deze hand. En ga me nu niet uitlachen. Iedereen valt wel eens met de fiets. En als je me wel uitlacht, Dan ben je gewoon modderrukking triest. Maar goed. ik ga nu shit doen om te kalmeren. Later, Rhino's. Zo, ik ben al een paar uurtjes thuis. Ik heb nog steeds een beetje pijn van die val. Ik heb nog steeds een paar plekjes op mijn handen. En ik kwam erachter dat mijn voet ook open lag. Maar daar kwam ik pas onder de douche achter. Ik denk dat ik weer wat heroïne neem. Dan zal de pijn vlug verdwijnen. Nou goed, de pijn is een minder erg, maar het doet nog een klein beetje pijn. Nou goed, ik zie jullie straks weer. Zo, omdat ik geen gespreksonderwerpen meer wist te bedenken, heb ik besloten om de vlog hier te stoppen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je het een leuke vlog, ondanks mijn chagrijnige bui vanwege die val met de fiets?
En laat dan even een reactie achter. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk op mijn kanaal. En dan zeg ik nu zoals altijd. Later.